Goedemorgen Rudy Kesteloot, u bent sluiswachter. Wij staan hier vandaag aan de sluis van Evergem. Legt u mij even uit, waarom voeren jullie vandaag actie? Ja, wij voeren actie in de eerste plaats tegen die regeling van meneer Van Kweeënborden. Zijn nieuw pensioenstelsel, daar kunnen we totaal niet mee akkoord gaan. Er zijn er mensen die in feite gaan moeten werken tot aan 62 in ploeg in feite. Vandaag kunnen jullie op 60 jaar vervroegd op pensioen gaan of in brugpensioen gaan? Heden ten dag is dat aan 60 op een soort brugpensioen. Maar met de nieuwe regeling is dat 62 en dat is totaal onverantwoord voor een ploegsysteem verder te werken in feite. Want wegens de drukte ook van de scheepvaart hier. Alles wordt vernieuwd, computers en noem maar op. Sommigen zeggen natuurlijk, ja, de pensioenleeftijd is 65, de sluiswachters vertrekken op 60. Zij willen niet langer werken. Waarom vindt u dat het niet langer kan? Nee, we zeggen niet dat ze niet willen werken tot aan 65. Die wenst ze werken tot aan 65, ze kunnen dat, geen probleem daarmee. Maar er zijn veel mensen in feite die dat totaal niet meer zien zitten dus. Voor te blijven tot aan 65, wegens de vernieuwing, automatisatie van alles en nog wat, die mensen kunnen gewoon niet meer mee. Dat is eigenlijk ook een beetje de reden waarom dat we actie voeren. Plus in feite, er zijn veel mensen die nog komen van het ministerie van Openbare Werken. Hey, de vroegere arbeid. Daar werd er altijd gezegd dus dat de eerste maand werden in feite, dat ging terugbetaald worden in je pensioen. Dus dat je eerste pensioen was in feite. Dus wanneer dat allemaal vernieuwen, dan zijn we dat ook al kwijt. Tenminste, dat we in feite een volle maand werden van in het begin van onze loopbaan kwijtspelen. Het werk van een sluiswachter, wat is dat eigenlijk? Is dat een zwaar beroep? Dat is psychisch nogal belastend. In welke zin? Wegens de drukte van de scheepvaart. Hier bijvoorbeeld op Evergem passeren er dagelijks tussen de 100 en 120 schepen. Van allerhande afmetingen. Die sluiskolk is 250 meter op 25 meter. Dus je moet alles uitrekenen en doen in een korte tijd. Om toch maar je schutting dus zo correct mogelijk te kunnen laten verlopen. Met zoveel mogelijk schepen. Psychisch belastend en een grote verantwoordelijkheid. Met hoeveel mensen zijn ze hier in de sluis van Evergem om dat allemaal in goede banen te leiden dan? Per shift? Hier momenteel werken ze nog met 2 man voor de bediening. En 1 man voor de ontvangsten. Op andere sluizen dus, vanaf 1 januari 2012, gaat dat s'nachts met 1 man zijn. En overdag gelukkig nog met 2. En die ene man, dat is totaal in feite onverantwoord zelfs.